Welkom terug bij Formule 1 2016. We zijn vandaag in Maleisië aanbeland en we beginnen, zoals wel vaker, met een R&D-event. Even kijken wat dat is. Oh, niks. Hij kwam me alleen vertellen dat ik mijn resource points moet gaan gebruiken. Oké. Het zal wel. Volgens mij hebben we bijna genoeg om iets te kunnen doen, maar het meeste kost iets van 1400-1500, dus dat duurt nog wel even. Dit is na de practice, dus die ging goed, de qualifying pace program. De andere practices die doe ik eigenlijk niet, omdat ten eerste tijd kost en ten tweede, ik weet niet, ik vind als je zeg maar alle trainingen doet en ze ook allemaal haalt, dan kan je uiteindelijk zo snel upgraden dat je ineens heel snel dus het beste team wordt. Dat zou een beetje saai zijn, dus dat hou ik een beetje tegen. Maar hier zijn we in Maleisië dus. Een circuit wat volgend seizoen in 2018 niet meer op de kalender zal staan. Maar in 2017 nog wel dus. En dit ben ik. En laten we kijken hoe we het hier gaan doen. In de kwalificatie natuurlijk, zoals je net al had kunnen zien, het is een mooi zonnetje. Het is wel echt in de namiddag, dus je hebt hier de zon vol in je gezicht. Maar ja, natuurlijk, Maleisië staat ook wel bekend om veranderlijke omstandigheden. Verraderlijke omstandigheden ook. Dus dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Dat het wel eens kan gaan regenen dit weekend. Maar dit is gewoon de droge kwalificatie. We zijn op dit moment iets sneller dan onze vorige ronde. Maar onze vorige ronde was niet zo geweldig, dus... ja, hopelijk kunnen we daar wat meer tijd van afpakken. Hier winnen we wel ontzettend veel tijd. Dus daar heb ik waarschijnlijk een fout gemaakt in mijn eerste ronde. Kijk eens even. 2 seconden nu sneller. Dus het is duidelijk dat ik daar een fout had gemaakt in de eerste kwalificatieronde. Maar nu gaat het dus een stuk beter. Ruim 2 seconden nu als we in de laatste sector zitten. Nog met 2 lange rechte stukken en een soort van herpinbocht. Ook 2 DRS stukken zijn dit. En we zitten bijna 3 seconden onder de tijd, dus dat gaat prima. Dat wordt een 1.36 ongeveer. Dus ja, nou ja, Vettel heeft 1.35.9 staan. Wat gaan wij doen? Ook 1.36.0. Dus net iets langzamer dan Vettel. Vettel verbetert later zijn tijd nog wel. En het is Raikkonen die toch al met een redelijk gat die pole position plek pakt. Maar toch een knappe derde positie voor ons hier in Maleisië. Circuit waar het vorig seizoen niet zo goed ging. Vorig seizoen was dit de race, zeg maar, waar ik als eerste op de Master Difficulty reed. En eigenlijk ging dat niet super. We kwalificeerden buiten de top 10 en we eindigden ook buiten de top 10. Maar dat is een jaar geleden. We zijn een jaar verder. En nu lijkt het dus ook wel beter te zijn. Dus daar, de race goals, die spreken wel voor zich inmiddels. 4e eindigen, dat is het doel. Maar het belangrijkste is natuurlijk om, ja, beter dan Raikkonen te finishen. Maar laten we naar de introductie gaan van de race. A young Spaniard named Fernando Alonso sat at the front of the grid here over a decade ago now. The first flash of greatness in a race that also gave us the maiden win for Kimi Raikkonen. The Malaysian Grand Prix is an event for gifted racers to climb to the top and for those on the sidelines to find new talents. 5 lefts and 10 rights make up the 15 corners of Sepang's 3.4-mile circuit, a track where the weather always threatens to play a deciding factor. The drivers will be subjected to forces in excess of 4G and heavy braking zones in 4 of these corners, 2 of which come at the end of DRS zones into turn 1 and to turn 15.
I for one can't wait to get started. And there's another very excited little chap here beside me as well. It's our very own Anthony Davidson. Great to see you again today. Thanks for that, Crofty. And I'm really anxious to get underway here. We've got all the makings of a great race today. World champions in competitive cars, lots of drivers on form, and I suspect a few strategists on the pit wall looking to try something a bit different and maybe jump their cars up the order. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ja, laten we kijken naar de starting grid. We zagen dus Raikkonen op P1, Vettel P2, dus Ferrari op de eerste startrij. Dan ik, dan Ricciardo op een seconde, dat is wel bijzonder. Magnussen ook eens een goede kwalificatie, vijfde. Verstappen achtste. En Sainz en Rosberg maken de top 10 compleet. Hamilton 14e op bijna 2 seconden. En achterin zien we de McLaren's, dan de Manners en dan de Sauber's zoals altijd op. Allebei meer dan 3 seconden achterstand. En ja, je zag dat het heerlijk weer is. 31 graden, een geweldig zonnetje. Maar kijk even op de weersvoorspelling. En dan zien we toch dat het halverwege de race behoorlijk gaat regenen. Ja, daar lijkt het nu niks op. Maar ik zei dus al, Maleisië... bekend om de veranderlijke omstandigheden en dat lijkt vandaag dus ook een rol te gaan spelen. Dus dat wordt interessant. Maar we zijn begonnen hier in de Grand Prix van Maleisië. En we hebben een uitstekende start. Beter dan Raikkonen en Vettel. Hier aan de binnenkant bij Raikkonen. Maar die behoudt vooralsnog zijn positie en heeft hier het voordeel dat de bocht naar links gaat. En daar zit Vettel aan de buitenkant. Of aan de binnenkant, hoe je het ook wil zien. Maar die weten we wel van ons af te houden. En zo pakken we uiteindelijk gewoon de tweede plaats. Prima start van onze kant. En gaan we hier volgen bij Raikkonen. Ja, het verschil in de kwalificatietijd was natuurlijk best wel groot. 17e. Dus de vraag is in hoeverre we hem bij kunnen houden. Daar gaat het bijna fout. Vettel zit op mijn hielen. Raikkonen begint een beetje weg te rijden, natuurlijk ook door dat kleine incidentje net. We zien daar Ricciardo op de vierde plaats. Volgens mij is Magnussen teruggezakt naar de zesde plaats, achter, ik denk, Massa. Ook hier niet ideaal door die bocht. En dan is daar weer Vettel, die vol in de achterspiegel zit. Natuurlijk op dit moment nog geen DRS-stuk, dus... ik denk niet dat de kans heel groot is dat hij me hier kan inhalen. Maar laten we even kijken naar de start. De start was gewoon prima. Ik startte dus voor mijn teamgenoot die niet goed wegkwam. En al bij de start zit daar, ik denk dat dat Massa is dus, zit aan de binnenkant hier. Zo verliest Magnussen zijn plek. Maar dit is natuurlijk ook een mooi duel met Raikkonen en Vettel. De wereldkampioen van vorig jaar. En de nummer 1 en 2 van dit jaar hier in duel dus. Ik ben op dit moment nummer 1, Raikkonen 2 in het wereldkampioenschap. Ik denk Vettel 3. Dus gewoon de echte top 3 op dit moment rijdt ook vooraan. En ik kan me ook nog herinneren, vorig jaar in Brazilië werd het ook 1, 2 en 3. Dus... toen won volgens mij Raikkonen. Vettel tweede en ik derde. En dat zien we nu dus weer. Nu leidt Raikkonen weer. Hier gaan we weer de fout in. Rondje 2. Er is een virtual safety car. Omdat Esteban Gutierrez is uitgevallen. En dit is rondje 5. En kijk even hoe zwaar de banden het hier hebben. Raikkonen is trouwens al echt helemaal aan de horizon verdwenen. Maar dit is... dan het rondje ook dat we naar binnen gaan, want de banden zijn er helemaal aan. Linker voorband gaat richting de 70%. Vraag is natuurlijk wat Raikkonen en Vettel gaan doen. Raikkonen kunnen we zien op de minimap zometeen of hij naar binnen gaat. In theorie kan Ferrari een tweestopper doen, of een dubbele stop. Maar Raikkonen gaat door. Wij gaan natuurlijk wel naar binnen en ik denk dat ook
Nee, Vettel blijft ook buiten. Dus ze rijden allebei langer door. Dat is opvallend. En ik kom hier binnen voor Valtteri Bottas. Dus het was geen Massa, het was Bottas die Magnussen bij de start inhaalde. En ja, niet een geweldige pit entry. Moest even gas bijgeven. En dan gaat Bottas mijn plaats afpakken. Ik word opgehouden door Carlos Sainz. En daardoor pakt Bottas mijn plaats. En dat is niet geweldig. We verliezen ruim 1,5 seconden bij deze pitstop. En dat is natuurlijk ook niet geweldig met dat duel met Vettel. Want Vettel leek toch wel ietsje sneller dan ik. En ja, dus. En nu moeten we ook nog eens in duel gaan met Valtteri Bottas. Natuurlijk gaan we proberen hem zo snel mogelijk af te lossen. En dat lukt hier al. Ietsjes diep in de bocht. Er worden bijna van achteren geraakt nog door Bottas. Maar daar komen we goed weg. En zo pakken we de 18e plaats op dit moment. Achter Ricciardo. Oké, waarom zitten we achter Ricciardo? Anyway, terug op de baan. En daar komt Vettel uit de pitstraat. Hij dus één rondje later gestopt dan ik. En ja, ik werd opgehouden bij de pitstop. En hier zie je dus het verschil. Vettel heeft een plaats gewonnen. En ik verloor, zo simpel is het. Maar ik heb hier wel DRS. Als we rondje 8 gaan beginnen. Je ziet trouwens dat het niet meer compleet blauwe lucht is op dit moment. Lichte bewolking, maar nog steeds niet echt dreigend. En hier aan de binnenkant bij Sebastian Vettel. En die kiest eieren voor zijn geld. Laat me er eigenlijk vrij makkelijk langs. En zo pakken we deze positie gewoon eigenlijk vrij makkelijk. De 10e positie. Dit is een paar rondjes later, 3 rondjes. En het is ineens behoorlijk bewolkt. En we zien dat Vettel een aanval probeert met DRS. Aan de binnenkant eigenlijk een identieke situatie als wat ik eerder deed. En ook hij pakt de positie. Maar dit is een bocht waar je wel iets terug kan doen. En dat gaan we ook proberen. En dat lukt ook. Terwijl volgens mij de eerste druppels beginnen te vallen. Dus de vraag is nu, wanneer gaan we naar binnen? En ook voor welke banden gaan we naar binnen? Want het begon best wel hard te regenen. Dat zagen we op de weersvoorspelling aan het begin. Maar na het einde werd het wel weer droog. Dus wordt een interessante strategische keuze of je nu voor de intermediates gaat of meteen op de wet. De vraag is natuurlijk hoe snel en hoe hard gaat het regenen. Hier zien we in ieder geval, volgens mij dit is een rondje later en Vettel die het opnieuw probeert met DRS. Dus dat betekent omdat DRS nog steeds aan is. En eigenlijk weer een identieke actie. En gaan we hem dan ook weer proberen terug te pakken richting die bocht omhoog. Hier. Vorige ronde lukte dat. Misschien is het 2 ronden later. En ook nu lukt dat weer. Eigenlijk gewoon een compleet gelijke situatie. En inmiddels zitten we in rondje 12. En dit is het moment dat er niet echt meer vooruit gaat. De baan is glad. En wij komen naar binnen voor Sebastian Vettel, die dus ook naar binnen gaat komen. En nu wel goed afgeremd voor de pit entry. We hebben een heel klein gaatje met Vettel. Hopelijk blijven we hem voor. Hij heeft het voordeel dat hij eerder, zeg maar, geholpen mag worden dan ik. Dus, maar ja, goede pitstop zeg. 2,1 seconde en zo blijven we hem eigenlijk ruim voor. We hebben tijd gewonnen met deze pitstop. Dat is verrassend. We zitten inmiddels ongeveer halverwege de race. We zitten dus op de intermediate. We zien dat Raikkonen al eerder naar de intermediate is gegaan. En nog steeds een behoorlijke voorsprong heeft. We schoten ook meteen door bij de eerste bocht. Maar waar is Vettel gebleven? Vettel is compleet de pace kwijt op het moment dat het begint te regenen. En geen idee wat er met hem aan de hand is. Maar hier zie je rondje 18 en het is echt aan het hozen. We rijden nog steeds op intermediates. En ik
ben continu aan het vragen naar mijn team voor updates. Maar ik kies ervoor om buiten te blijven. Iedereen zit nu op de wedge. Dat zie je aan Raikkonen en Vettel. Ik lig op de eerste plaats. Maar ik reken erop dat het snel weer droog wordt. Dat was natuurlijk ook een beetje de voorspelling. Maar het feit is dat ik het heel erg zwaar heb op deze banden in deze omstandigheden. Maar ik lig wel eerste, dus ja. Dit is heel interessant. Kijk even hoe ver ik doorschiet bij deze bocht. En ik kan eigenlijk amper insturen. Het is echt tijd voor de wedge. Maar aan de andere kant, ik heb een voorsprong van 13 seconden. Dus als het ineens droog wordt, dan kan ik gewoon snelle handelen. Dit is het moment dat ik naar binnen kom. Rondje 21. En wat ga ik dan doen? Dat is de vraag. Het lijkt iets minder te gaan worden. Tenminste, op dit moment lijkt het iets minder dan een paar rondjes geleden. Je ziet niet meer echt die bijna die stralen naar beneden komen. Dus het begint wat lichter te regenen. En dat is dus ook de reden dat ik voor een nieuw setje intermediates ga. Gewoon puur omdat dat vorige setje best wel slecht eraan toe was. En dan gaan we terugkomen op de baan achter Kimi Räikkönen. Best wel ver achter Räikkönen. Maar Vettel is nog altijd in geen velden of wegen te bekennen. En Bottas ligt op dit moment op de derde plaats. Maar dus beide vinden op de wedge. Bottas is trouwens ook een straatlengte achter mij. Maar de vraag is nu, met nog maar 6, 7 rondjes te gaan. Wat gaat er met het weer gebeuren? En wat gaat Räikkönen doen? Want het gat op dit moment is 15 seconden. Met Kimi Räikkönen. En volgens mij is dit het moment dat Räikkönen naar binnen gaat. Volgens mij zag ik hem de pits in komen. Op het moment dat hij een voorsprong had van 13 seconden gaat hij voor zijn nieuwe setje intermediates. En dat betekent dat we op exact dezelfde strategie zitten. En we liggen nu voor Kimi Räikkönen. Dus we hebben nu gewoon de eerste plaats. Dus het is een geweldige... gok geweest. Geweldige strategische keuze geweest om niet te kiezen voor die wet. Om een beetje door het stof te bijten op die intermediate. Terwijl het heel hard regende. Maar het heeft dus wel goed uitgepakt. Terwijl we nu achterblijver Felipe Nasser zitten. Die pakken we hier vrij makkelijk. Natuurlijk ook blauwe vlaggen voor Nasser. Maar zo hebben we dus gewoon echt de eerste plaats. Natuurlijk, er komt nog een spannend moment. Want het ging droog worden naarmate tegen het einde van de race. Dus de vraag is nu, wanneer ga je naar die droog weerbanden? Voorsprong op Räikkönen is nu 13 seconden. Dus op het moment dat hij naar binnen ging, had hij 13 seconden voorsprong. Nu hebben wij 13 seconden voorsprong. De andere vraag is, waar is Vettel? Want we zien nu dat Bottas nog altijd derde ligt. Terwijl we ongelooflijk op het gras komen daar. Bottas ligt derde. En geen idee waar Vettel op dit moment is. Maar dit is rondje 28, het laatste rondje. Het lijkt dus niet droog te worden richting het einde van de Grand Prix. Want je ziet nog steeds de druppels. Dus we gaan deze race gewoon finishen op de intermediate. En dat betekent omdat we eigenlijk gewoon maar een tweestopper hebben gedaan. En dat is toch best wel... dat is natuurlijk wat ons hier de race heeft opgeleverd, deze overwinning. Het gat met Räikkönen is nog altijd ongeveer hetzelfde, 12 seconden. En het gat met Bottas is 42 seconden. Ongelooflijk. Maar Bottas lijkt wel weer een podium te gaan pakken in de regen. Natuurlijk de laatste race. Twee races geleden in Italië. Toen het ook eigenlijk de hele race regende. Toen won Bottas de race. Dat had natuurlijk ook te maken met mijn crash met Räikkönen. Maar nu is het een 1-2 voor de twee beste mannen op dit moment. En zo lijk ik, of zo ga ik, weer uitlopen op Räikkönen in het algemeen klassement. Dus dat is mooi. Voorsprong nog altijd 11 seconden. Hij wint wat tijd, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg boeiend. Want het is de laatste sector van deze race.
En zo gaan we finishen op de intermediate. En ja, het was vooral een hele interessante race qua strategie. Qua racen was het natuurlijk in het begin interessant met dat duel met Vettel. Maar ja, op het moment dat het ging regenen, hebben we Vettel nooit meer gezien. En kijk even hoe ik hier de lijn over kom. Natuurlijk ontzettend blij met deze overwinning. Vooral ook de manier waarop toch een riskante strategie gebruikt. Want voor hetzelfde geld knalde ik hem in de muur op die intermediate in de regen. En dan had ik misschien niks. Of verloor ik zoveel tijd dat ik buiten het podium zou vallen. Maar nu win ik de race gewoon voor de twee Finnen. Die ja, allebei best wel goed bezig zijn. Want Bottas, zoals ik al zei, won in Italië. En nu wordt hij dus derde. En hier zien we Ricciardo achtste. Dat is natuurlijk niet geweldig. En hier... ja, mijn hoeveelste overwinning is dit eigenlijk? Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Volgens mij wel de eerste overwinning sinds de Grand Prix van Duitsland. Dus dat is wel weer eventjes geleden. Natuurlijk, België had ik moeten winnen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat ging fout in Eau Rouge. Maar nu win ik weer. Natuurlijk in Italië in tweede plaats was ook geweldig. Zeker omdat Räikkönen uitviel. Maar ja, eerste plaats. Uiteindelijk 10 seconden voorsprong op Räikkönen. Magnussen eindigt net buiten het podium. Op ruim een minuut. En Vettel wordt vijfde. Heeft uiteindelijk 5 pitstops gemaakt. Ja, dat is toch wel bijzonder. Zou die misschien nog een setje... nog een setje wets hebben gedaan. Dat zou misschien kunnen. Ik weet het niet. Ik weet niet precies wat de strategie was. Verstappen eindigt op een 16e plaats of zo. Maar staat nog wel altijd 4e in het klassement. Maar de voorsprong op Räikkönen op dit moment in het kampioenschap is 35 punten. En Räikkönen staat ook weer 40 punten voor Vettel. Dus de gaten worden steeds groter. De vraag is natuurlijk, wordt het nog spannend? Er zijn nog een aantal races, volgens mij een stuk of 5. Ja, het kan natuurlijk wel. Ik bedoel, als Räikkönen volgende race wint en ik val om de een of andere reden uit, of gewoon buiten de top 10, ik pak geen punten, dan is het gat ineens nog maar 10 punten. En dat is niet veel. Dus de spanning is er nog wel, maar op dit moment lijkt het er toch op dat ik... ja, vrij makkelijk de betere ben. Nou ja, vrij makkelijk. Op dit moment sta ik heb ik een grote voorsprong in het klassement. Ik behaalde ook op een nippertje een snellere rondetijd in de race. Dus dat betekent ook dat ik de snelste rondetijd in de race heb, algemeen. Dus ja, het ziet er allemaal goed uit. De volgende race is in Japan. Suzuka. Een race die vorig jaar geweldig was. Tot de laatste snik was die race spannend. Toen nog in duel met de Mercedes. Dat zal nu waarschijnlijk niet gebeuren. Alhoewel Hamilton natuurlijk wel de vorige race won in Singapore. Maar dat was meer een verrassing dan dat standaard was. Maar voor nu.